De nieuwe bustarieven zijn vandaag ingegaan. Passagiers moeten meer betalen voor particulier busvervoer. Onder meer zal voor een stadsrit 1 SAD 50 moeten worden betaald. Het tarief was voorheen 1 SAD 25 cent. Het tarief van de lijndienst Paramaribo Lelydorp is met 30 cent verhoogd naar 1 SAD 90 cent. Het besluit om de tarieven te verhogen is vorige week genomen bij een ontmoeting tussen de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO en minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme. Niet alle buschauffeurs zijn blij met de hoogte van het tarief en de passagiers zijn ook niet gecharmeerd. Ik denk het is met een kwartje verhoogd. Het was 1,50, nu is het 1,75. Je ziet er geen verschil. Echt geen verschil. En de meeste mensen nou, al is het 1,75, ze blijven gewoon normaal die 1,25 betalen. En je kan niets eraan doen. Het enige voordeel dat je hebt, als je hier vult dat je je geld meteen in, dan heb je er toch een klein voordeel als 6, 7 SRD maar erop. Gaan jullie door met gesprekken voeren om te kijken om het toch wat meer te verhogen? Wel, gesprekken, wij gesprekken voeren, PLO voert gesprekken. En PLO is, ze zijn nooit klaar met gesprekken voeren. Al vraag je ze, volgende week zijn ze in gesprek. Je vraagt ze volgende week weer, we zijn nog in gesprek. Dus ze blijven maar in gesprek, maar er komt niets goed eruit. Ja, dat is het probleem toch. Je kan niet constant in gesprek blijven. Dus nu hebben ze andere regelen, dat als het olieprijs naar boven gaat. Dat ze weer in onderhandeling gaan. Dus als, bijvoorbeeld, als de prijs van olie bijvoorbeeld 3 september naar boven gaat, wanneer ze klaar met onderhandelen, zijn ze 2 maanden verder. Dus dat is het probleem. Ja, ik heb het geschreven naar Uroko. Plus, Uroko Mamon is geschreven in Iguahi. Dat daarvoor vind ik erg. Ik vind het wel erg, maar kan niets eraan doen. Al dus een buschauffeur en enkele passagiers over de verhoging van de bustarieven die vandaag is ingegaan.